anamorphic lenzen. Het zijn super dure lenzen. We kennen ze van de Star Wars films of de Star Trek films of al die sci-fi films. Waar al die lensflares heel cool zo door dat beeld heen dansen. Dat je denkt van, what? Er is serieus een anamorphic lens op de markt van Sirui. Of hoe je het ook uitspreekt. Sirui. Maar die hebben dus een lens op de markt gebracht. Dat is een anamorphic 50mm f/1.8. En deze lens, die ligt binnenkort in de winkels. Ik mocht hem even uitproberen. Ik had werkelijk geen idee wat ik kon verwachten. Want ik heb nog nooit anamorphic geschoten. Ik ging helemaal blanco in. En heb ik dus wat beeldmateriaal geschoten met deze toch wel top lens. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Romain de Ridder, fotograaf, videograaf en ondernemer. En vandaag in deze video ga ik de Sirui 50mm 1.8 voor jullie reviewen. Ik heb deze lens een paar dagen in mijn bezit gehad dankzij TSE Imaging. Speciale dank daarvoor naar Sander den Otter die mij deze kans heeft gegeven. Via hem is het allemaal gelopen. En dit is een heel bijzonder stukje glas. Anamorphic is hartstikke duur en ze hebben hier gewoon een consumentenversie van gemaakt. Ik ga in deze video een beetje breakdownen van wat dat gaat betekenen voor de filmische markt. En of deze lens überhaupt het kopen waard is voor alle feiten en alle specs die deze lens met zich meebrengt. Eigenlijk is dit een van de eerste consumentenversies die betaalbaar is voor de professionele filmmaker zoals dat ik en misschien jij ook wel bent. Wat doet zo'n lens nou eigenlijk, hoor ik je denken? Want voor de mensen die anamorphic eigenlijk gewoon helemaal niet kennen en die zoiets hebben van ja, oké, wat praat je nou eigenlijk precies over? Anamorphic die heeft een aantal eigenschappen, een aantal feiten. En die eigenschappen zijn onder andere dat je dus de bokeh achter je, dus eigenlijk alle onscherpe delen van het plaatje dat je schiet, dat die dus ovaal worden. Over het algemeen wordt het als best wel mooi beschouwd, omdat het een hele specifieke look heeft en daardoor je films of je video's dus heel erg apart maken. Het wordt anders. Daarnaast heeft een anamorphic ook de eigenschap dat het dus hele toffe horizontale lensflares creëert. Deze lensflares die zijn vaak te herkennen als hele grote blauwe strepen die zo door het beeld heen dansen op het moment dat je met die camera beweegt. En eigenlijk is dat de eigenschap die mensen vaak willen hebben. Lensflare is in mijn ogen nog steeds een van de meest filmische dingen die je kan krijgen als je een shot maakt. Een hele toffe lensflare kan een shot echt zoveel mooier maken, vind ik. Dat hoeft echt niet iedereen met me eens te zijn, maar daardoor ben ik ook echt heel erg blij verrast met dat anamorphic nu ineens zo toegankelijk wordt. Nou, ik heb hem dus even getest. Ik ben met deze lens op pad gegaan en eigenlijk een hele standaard gebruikelijke normale situaties gebruikt, zowel overdag als nacht. Om te kijken hoe deze lens presteert. En daar ga ik je nou wat beelden van laten zien. Nou, we specifiek over deze lens. Dit is een 50mm 1.8. Dat betekent dus eigenlijk een 50mm 1.8. Beetje de nifty-fifty. Super tof. En zeker voor dat geld. Hij zal ongeveer verkocht worden voor rond de €700. Mogen we verwachten vanaf dit jaar. Zal die in de winkels liggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het best wel een lens is die heel veel mensen waarschijnlijk gelijk in één keer gaan kopen. Hij is verkrijgbaar in verschillende mounts. Dus dat betekent dus dat de vatting voor diverse soorten camera's beschikbaar zal zijn. Ik heb hier de E-mount variant. Ik meen dat die ook voor Fujifilm en voor de Micro Four Thirds systemen wordt gemaakt of is gemaakt. Plus dat de lens ongeveer 570 gram weegt. En dat is eigenlijk gewoon helemaal niks voor
iets wat anamorphic oplevert. Nou, een klein nadeel van deze lens is dat hij niet gemaakt is voor full-frame camera's. Als je hem op een full-frame camera gaat zetten, dus op een grote sensor, dan zal je waarschijnlijk last krijgen van heel veel vignetting. Het grote voordeel echter is van bijvoorbeeld mijn camera, de A7S II, waar ik dus nu deze video op schiet, is dat een full-frame camera is, maar met een crop modus. Dus ik kan mijn camera instellen dat hij dus de crop variant of de kropmodus gebruikt van de camera, waardoor ik alsnog met mijn A7S II fullframe camera met deze lens kan schieten. En zo is het met meerdere camera's van Sony. Dus er zijn zeker opties om hem ook op fullframe te kunnen gebruiken. Nou, een aantal pluspunten die ik in ieder geval ontdekt heb of die ik nogmaals wil benoemen zijn dus die 1.8 diafragma, de bokeh die er ontzettend mooi uitziet en die lensflares die zijn echt ontzettend om van te houden. Ik wilde er eigenlijk nog veel langer mee draaien, maar ik heb hem helaas maar een paar dagen in mijn eigen bezit. Ik ga hem sowieso wel kopen, zelf als die echt in de winkels ligt, want voor €700 heb je een 50mm 1.8 met anamorphic functies. Ik bedoel, dat is eigenlijk toch wel echt de beetje de gearport van ons videograaf. Dus wat dat betreft is het echt een hele toffe lens. Hij is ook knetterscherp trouwens. Misschien zelfs iets te scherp in mijn mening. Maar goed, de scherpte is eigenlijk altijd wel fijn om te hebben. Want het is veel makkelijker eruit te halen dan dat je onscherpe dingen toch weer scherper gaat maken in post. Dus wat mij betreft is het niet zo'n heel erg groot probleem. Het fijn dat het een traploos diafragma is eigenlijk heel erg fijn. Want je kan hem gewoon lekker subtiel, soepel doordraaien. Ontzettend tof dat ze dit gemaakt hebben. Dat meen ik oprecht. Ik zit eigenlijk gewoon nu al te hoop op het feit dat er gewoon binnenkort gewoon een 24 mm moet komen. En een 85 en gewoon de hele range. Ik kan me voorstellen dat we over een paar jaar dat we gewoon al de hele range van anamorphic consumenten lenzen hebben. En ik denk dat er hier heel veel filmmakers, heel veel videografen ontzettend blij mee gaan zijn. Omdat dit de production value van alle producties die gemaakt worden ontzettend zal gaan verhogen. Het is en blijft natuurlijk een smaakdingetje. Maar het scheelt dat we niet meer al die letterboxjes over onze films heen hoeven te plakken om te faken dat we iets anamorphic geschoten hebben. Nou, dit was dus eigenlijk mijn complete review van deze lens. Echt voor de hele technische dingen, Google gewoon eventjes. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan de beelden die ik ermee gedraaid heb. En dat het je ogen een beetje geopend heeft voor mogelijkheden tot anamorphic. Sirui is goed bezig, dus een tof merk. Ze doen hele leuke dingen. Als je nou vragen hebt over deze lens, laat het mij gewoon eventjes weten hieronder in de reacties. Ik beantwoord ze zo snel mogelijk. In ieder geval hartelijk dank voor het kijken voor deze video. Wil je nou meer zien over fotografie, videografie of het ondernemerschap in het algemeen? Wat er vaak bij komt kijken bij zelfstandige ondernemers die bezig zijn in deze branche. Kijk dan zeker ook eventjes de andere video's die ik heb gemaakt op dit kanaal. Abonneer natuurlijk eventjes op dit kanaal om altijd op de hoogte te zijn van nieuwe video's. Geef deze video eventjes een like, duim omhoog als je er iets aan hebt gehad. En als jij misschien interesse hebt in deze anamorphic lens, ik raad je aan om absoluut te gaan halen. Hartelijk dank voor het kijken en ik zie je heel erg graag weer bij de volgende video.